Yo beste mensen, bedankt voor jullie kijken naar een nieuwe video van Nolden Rij het Wijst. In deze video gaan we het hebben over de maximum lengte, breedte en hoogte van een personenauto. We gaan het ook hebben over deelbare en ondeelbare lading. En deze video gaan we natuurlijk beëindigen met een aantal examenvragen. Dus vergeet de video niet te liken, te delen met je vrienden, vooral als ze binnenkort een theorie-examen hebben. En ben je nog steeds niet geabonneerd, druk dan op het abonneerknopje en laten we gewoon gelijk beginnen na de intro. Wat is de maximum lengte, breedte en hoogte van een personenauto? Nou, schrijf op. Een personenauto mag maximaal 4 meter hoog zijn, 2,55 meter breed zijn en 12 meter lang zijn. Een aanhangwagen mag trouwens ook maximaal 12 meter lang zijn. Maar schrijf op, superbelangrijk. De combinatie van een auto plus aanhangwagen is niet 12 plus 12, 24 meter. Maar onthoud, maximaal 18 meter. Dus nogmaals, ik herhaal. Een auto mag maximaal 4 meter hoog zijn, 2,55 meter breed zijn en 12 meter lang zijn. En met aanhangwagen is dat maximaal 18 meter. Als het gaat om lading, moet je een onderscheid kunnen maken tussen deelbare en ondeelbare lading. Ondeelbare lading, het woord verraadt het eigenlijk al, is lading die je niet kunt delen in kleine stukjes. Denk dan aan een houten plank, een paal of een surfplank. En deelbare lading, die kun je dus wel delen in kleinere stukjes. Nou, je lading mag 20 centimeter aan beide kanten van je auto uitsteken. Dus maximaal 20 centimeter aan de linkerkant en maximaal 20 centimeter aan de rechterkant. Tot een maximum breedte van 2,55 meter. Maximum gewicht van een personenauto is 3500 kilo. Wil jij een voertuig besturen zwaarder dan 3500 kilo, dan heb je een vrachtautorijbewijs nodig. Dus minimaal een rijbewijs C of C1. Mag je lading aan de voorkant van je auto uitsteken? Wat ligt eigenlijk aan je lading? Heb jij te maken met deelbare lading? Die mag nooit, maar dan ook nooit aan de voorkant van je auto uitsteken. Maar heb jij te maken met ondeelbare lading? Denk dan aan een ijzeren paal, houten plank of een surfbord. Deze mag dan maximaal 1 meter aan de voorzijde van je auto uitsteken. Dus nogmaals, ik herhaal. Deelbare lading mag niet aan de voorzijde uitsteken. En ondeelbare lading maximaal 1 meter. Lading aan de achterkant van je auto mag trouwens ook maximaal 1 meter uitsteken. Maar je hebt net geleerd hoe lang, breed, hoog en hoe zwaar een personenauto maximaal mag zijn. Je hebt ook geleerd wat deelbare en ondeelbare lading is. Hoeveel je lading aan de voorkant, achterkant en aan de zijkanten mag uitsteken. Dus laten we nu een aantal examenvragen behandelen. Kijken of jullie goed hebben opgelet. Hoe lang mag je personenauto plus aanhangwagen maximaal zijn? En dan zeg jij, juist 18 meter. Een personenauto zelf, die mag maximaal 12 meter lang zijn. Geldt trouwens ook voor een aanhangwagen. Maar de combinatie van een auto plus aanhangwagen mag maximaal 18 meter lang zijn. Dus het juiste antwoord is B. Hoeveel centimeter mag je lading aan de zijkant van je auto uitsteken? 10, 20 of 30 centimeter? Juist, 20 centimeter aan elke zijde. Dus 20 centimeter aan de linkerkant en 20 centimeter aan de rechterkant. Het juiste antwoord is B. Mag deelbare lading aan de voorkant van uw auto uitsteken? En het juiste antwoord is nee. Deelbare lading mag nooit, maar dan ook nooit aan de voorkant van je auto uitsteken. Ondeelbare lading, dus lading die je niet kunt delen, wel. Maximaal hoeveel meter? Juist, maximaal 1 meter. Dus nogmaals, deelbare lading mag nooit, maar dan ook nooit aan de voorkant van je auto uitsteken. Onthoud dat goed. Hoe hoog mag je voertuig zijn inclusief lading? En het juiste antwoord is B, 4 meter. Een voertuig mag niet hoger zijn dan 4 meter. En dan maakt het niet uit of je wel of geen lading op je auto hebt. Nogmaals, maximaal 4 meter. Wil je ook op deze manier leren? Neem dan een kijkje op onze website, link in de bio. Heb je iets aan deze video gehad? Vergeet de video niet te liken. Deel deze video ook met je vrienden. En als je nog steeds niet geabonneerd bent, druk dan op het abonneerknopje. Laat ook gelijk weten welke onderwerpen we in de volgende video moeten gaan behandelen. De comment met de meeste likes kiezen we dan uit. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Tot dan.